menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kolonialisme is een onderwerp dat mij als schrijver niet loslaat. Na mijn boek over de geschiedenis van Congo werd mij in Nederland vaak gevraagd: maar waarom schrijf je niet over de decolonisatie van Indonesië? Ik, als Belg? Tja, waarom niet? Juist als Belg kan ik wegblijven van het idee dat dit alleen een Nederlands-Indonesisch verhaal is. Het is wereldgeschiedenis en daarmee ook mijn geschiedenis. Misschien kan ik eindelijk de ramen een beetje openzetten en een ander verhaal vertellen door het perspectief wat te kantelen. Maar ik moet snel zijn nu de laatste getuigen nog in leven zijn. American, did they come by boat, by vrouw? En zo begint dit avontuur. Op reis in de landen die met deze geschiedenis verbonden zijn en in mijn hoofd, waar een nieuw boek zich vormt. Het is toch geen straf, hè, literaire non-fictie?